Goedemorgen jongens en meisjes, het is vandaag dinsdag en ik ga jullie les 19 van taal uitleggen. Het doel van deze les is oefenen met wat je hebt geleerd. Lees maar mee. Je hebt geleerd wat stoffelijk bijvoeglijke naamwoorden zijn. Weet je nog? Een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord zegt van welke stof het zelfstandig naamwoord gemaakt is. Bijvoorbeeld van hout, zilver, papier, katoen, steen, ijzer of van staal. Maar dat kan bijvoorbeeld ook glas zijn. Het stoffelijk bijvoeglijk naamwoord eindigt meestal op en. Kijk maar naar de drie voorbeelden. De gouden koets van de koningin. Koets is het zelfstandig naamwoord. Gouden zegt iets over de koets. De ijzeren haak hangt aan de muur. IJzeren zegt iets over de haak. De haak is van ijzer. Het stalen kozijn roest niet. Stalen zegt iets over kozijn. Het kozijn is van staal gemaakt. Vandaag ga je opdracht 1 en 2 maken. Kijk naar opdracht 1. Schrijf het stoffelijk bijvoeglijk naamwoord op. Zin 1. Sonja en Fatima hebben ruzie om een papieren zakdoek. Wat voor soort zakdoek? Papieren. Papieren is hier de stof. Het is het stoffelijk bijvoeglijk naamwoord. Zoek ze maar in elke zin. Daarna maak je opdracht 2. Schrijf het bijvoeglijk naamwoord op. Onderstreep daarna of jouw bijvoeglijk naamwoord stoffelijk is of niet. Maar pas op! Er zijn ook zinnen waarbij het bijvoeglijk naamwoord niet stoffelijk is. Zin 1. Zij heeft een kartonnen doos ontvangen. Kartonnen zegt iets over de doos. Kartonnen is een stof, dus je zet er een streep onder. Het is het stoffelijk bijvoeglijk naamwoord. Juf geeft nog even een voorbeeld van bijvoeglijke naamwoorden die niet stoffelijk zijn. Bijvoorbeeld de schone tafel, de vieze luier. Zo heb je ook mooie en lelijke. Dus schone, vieze, mooie, lelijke zijn geen stoffen. Pas goed op bij opdracht 2. Heel veel succes vandaag. Tot morgen.